Ik ben Hans Kaldewaai. Ik ben dirigent van Tout les oiseaux d'Europe. Dat is een nieuw koor. Nou, er gingen zo al e-mailend allerlei namen heen en weer. En het ene nog dubieuzer dan de andere. En Marijke, mijn vrouw, ze zingt trouwens ook mee in het koor. En die zei op een gegeven moment, ach, dit is ook allemaal niks. Dan kun je net zo goed Tout les oiseaux d'Europe doen. Nou, in eerste denk je natuurlijk, nee, dat is niks, dat is raar. Maar ja, dan denk je, dan laat je dat wat sudderen. En dan op een gegeven moment denk je, weet je wat, misschien toch niet zo gek. Van topniveau. Ik heb allemaal zangers geauditeerd die zeer veel ervaring hebben. Zowel op het gebied van koorzang als ook solistisch. Het is niet een super groot koor, 22 zangers. Daarmee ook een stuk flexibeler dan bijvoorbeeld een koor van 70 zangers. Deed ik een cursus van een jaar, cursus koordirectie lichte muziek. Dat was een specialisatieopleiding in Tilburg. Dus ik ging elke zaterdag vanuit Groningen naar Tilburg heen en weer. En aan het eind van die opleiding moest je natuurlijk laten zien wat je hebt geleerd. Dus ik moest een koor presenteren. Op dat moment had ik nog geen koor, maar omdat ik al een hele tijd meedraai in de korenwereld, kende ik wel een heleboel koorzangers. Dus ik heb toen van tevoren een selectie gemaakt. Een aantal mensen waarvan ik dacht, van wie wil ik er maar bij hebben? Die heb ik allemaal een e-mail gestuurd of ik heb ze opgebeld. En zo heb ik een koortje van 15 mensen samengesteld. En daarmee heb ik mijn examen gedraaid, zeg maar. Slechts 4 repetities, klok als een klok. Iedereen zong alles perfect uit zijn hoofd. En ik was koen uit geslaagd. Het repertoire van het koor is, ik kies het meeste zelf uit. En ik zoek het ook juist een beetje net op de, wat meer op de rand van de mainstream. Net een wat minder gebruikelijke songs. Net die nummers die niet op nummer 1 stonden in de top 40. En ook heel belangrijk, ik zoek er echt de nummers uit waarvan ik van tevoren kan zeggen van, als je dat met een koor gaat zingen, dan wordt het alleen nog maar mooier. Dat vind ik heel belangrijk bij dit koor. Dat juist die koorklank, dat een nummer nog mooier maakt dan het al is. Concerten. Dat wordt zeg maar ons voorlopige eindpunt met een aantal avondvullende concerten. Daarna in eind oktober of begin november gaan we een cd opnemen. Dan bouwen we het repertoire nog een klein beetje uit en begin volgend jaar, februari, maart, dan houden we echt onze slotconcerten.
En dan is natuurlijk ook onze cd, die zal dan te koop zijn.